laatste weken. Dat geldt eigenlijk niet voor de bezoekers. Haarlem, dat begint steeds beter en beter te draaien. Initiatief bij de thuisploeg in de beginfase. Voorzet van de rechterkant van El Khalifi. De bal blijft dan hangen. En kan uiteindelijk dan merkwaardig worden gered door Ponk met de voet. En dan weer overgeschoten door El Khalifi die naar binnen gelopen was. Zoutman, de trainer van Haarlem, daar natuurlijk bepaald niet tevreden mee. Maar Haarlem kwam eruit wanneer het kon. Heeft daar ook snelle spelers voor. Wijks hier met de voorzet. De bal wordt dan net weggehaald voor Boeginoor en daarbij kan. Maar aan de linkerkant is Burgzorg heel erg goed doorgegaan. En dan wordt het nog wel wat laks verdedigd door Cambuur. Want uiteindelijk kan Wijks voor alles en iedereen wat geel-blauw is kruipen en de bal binnenschuiven. Dat ziet er toch allemaal redelijk simpel uit. De actie van Mitchell Burgzorg is mooi. Zoveel is wel waar. Maar dan nog, de vrijheid die hij met name krijgt van Rudy Jansen is voor Wijks eigenlijk te groot. Wijks profiteert, maakt zijn tweede van dit seizoen. Ja, en dan moet Cambuur natuurlijk nog meer dan het al van het begin af aan deed komen. Van Noord geeft de bal naar de rechterkant. Van Noord is dan weer mee opgekomen, maar raakt de bal in zijn enthousiasme volkomen verkeerd. Dat had een goede mogelijkheid moeten zijn voor Cambuur. Dat was het eigenlijk ook wel. Maar zoals Van Noord die bal beroerde, dat was toch tamelijk knullig. En zo blijft grote delen van de wedstrijd Haarlem redelijk simpel overeind. De bal werd gegeven door Ketting. Oud Haarlem komt dan verder voor. En Ponk kijkt er dan min of meer naar. Kijkt de bal er dan een beetje uit als Bonifacio bij hem in de buurt opduikt. Ja, Haarlem heeft bij tijd en wijle ook wel een beetje geluk. Casal was dat, die het Ponk als laatste lastig maakte. Maar toch niet lastig genoeg. Na rust dan blijft het beeld eigenlijk onveranderd. Haarlem leunt op de eigen verdediging die redelijk goed in elkaar zit. Daar heeft Zoutman goed voor gezorgd. En Cambuur moet proberen gevaarlijk te worden. Hier lukt dat bijna. Ponk komt er dan op een merkwaardige manier uit. En Dijkhuizen raakt de bal. En Ponk ook wordt dan nog een hoekschop weer geraakt door Dijkhuizen. Die dan wat geïrriteerd wordt vastgehouden. Wordt er wat geduwd zo links en rechts en over en weer. Maar Peter van Dongen, de scheidsrechter, besluit een en ander op deze manier op te lossen. En dat is eigenlijk wel een verstandige manier van doen. Niet proberen met kaarten te wapperen, dat was nou ook niet echt nodig. Zoals gezegd, Cambuur met het meeste balbezit. Maar Haarlem er gevaarlijk uit wanneer het kon. Maar niet altijd even zorgvuldig. En zo blijft het spannend. Het zijn spannende dagen ook voor Koloff. Het bestuur heeft zijn vertrouwen in de trainer uitgesproken. En eigenlijk weet je dan wel dat het niet goed gaat als dat nodig is. Om dat hardop te roepen. Hier zit Kousenmaker er dichtbij. Voor Haarlem met het hoofd. Maar Van de Vlag kon de bal redelijk simpel oprapen. En zoals gezegd, met Haarlem gaat het de laatste weken steeds beter. Alleen de punten blijven nog wel een beetje uit. Wijks maken van de enige treffer tot nu toe. De bal wordt goed teruggelegd. En dan is het heel fraai Amanda. Uit de draai. Xavier Amanda die zorgt voor 2-0 voor Haarlem. Er is dan een dik uur gevoetbald. Maar kijk ook eens, naast al het mooie wat Amanda doet, naar de vrijheid die ook hij in dit geval heeft. Meters om hem heen en in de 16 geen enkele tegenstander te bekennen. Ja, dan vraag je om problemen die Cambuur dan ook volop kreeg. Cambuur, dat dient gezegd, wel hartstochtelijk op zoek naar treffers. En die komt er dan uiteindelijk ook, althans eentje. Voorlopig, op aangeven van Van der Heijden, is het invaller René van der Wij die keurig binnentikt. Dat is een goede aanval. We zeggen een beetje opportunistisch. En Van der Heijden is goed vrijgelopen. Een speler die altijd het overzicht behoudt. Ook in dit geval René van der Wij zorgt ervoor dat Ponk kansloos is. Die staat wat niet begrijpend te kijken. En Cambuur dringt dan verder aan. Dat betekent ook dat er van Haarlem nog meer ruimte komt. En die wordt hier verkregen voor Burgzorg. Die blijft heel goed kijken. En het is een hele mooie beweging hoor. Om Van de Vlag heen. En Burgzorg maakt dat heel mooi af. In de 89ste minuut zorgt hij voor de 3-1 voorsprong voor Haarlem. Het is al meer dan een jaar geleden dat Haarlem in een uitwedstrijd wist te winnen. Maar het gebeurt hier dus weer. In Leeuwarden. Let op het kijken van Burgzorg. Daarmee zet hij ook Van de Vlag op het verkeerde been. Ook met deze beweging trouwens. Het is allemaal heel mooi. En dit rest er voor Cambuur. 3-1 nederlaag. Haarlem gaat opgetogen naar huis.